Staatsloterij, goedemiddag, goedenavond. Dinsdagavond ondertussen net wat later gepland. Had wat redenen, helemaal niet belangrijk. Punt is dat er nu lekker een vlogje aankomt. Aantal dingetjes die ik met jullie wil bespreken. Ik begin even bij vorige week. Twee hele belangrijke punten die ik even terug ga halen. Ik heb vorige week met jullie gecommuniceerd. De drie pijlers. Ik had er natuurlijk al weken was ik erop aan het hameren dat we vanuit die visie gaan werken. Vorige week heb ik ze ook in de chat gezet en het opgenomen in mijn training. Dus alle mensen die nieuw zijn op Staatsloterij krijgen het direct in de training behandeld. Dat staat nu dus in de chat. Wat ook in de chat staat, zijn jullie persoonlijke doelstellingen. Die pas ik wekelijks aan. Ik ben er nog aan het fine-tunen. Ik kreeg wat feedback terug vanaf de vloer. Dankjewel Anouk. Dat zal nog wat meer op je eigen kwaliteit worden aangepast. Dus ben je supergoed in Wimbeck en dan krijg je een hogere doelstelling op Wimbeck. Ben je beter in Hotleads. Maar goed, dat komt. Nu is hij redelijk gericht op de target. Nou goed, die targets zijn natuurlijk uiteraard altijd uitgangspunt. Wat verwacht ik van jullie? Ik verwacht van jullie dat jullie elke shift die chat openzetten en je persoonlijke doelstellingen openzetten. Daarin kun je precies zien wat ik van je verwacht dat je op die shift gaat scoren. Hoeveel wil ik op hotleads, hoeveel wil ik op winback en hoeveel wil ik op online players? Dat is wat je die shift gaat doen. Lukt het je niet, trek je zelf bij de floor manager aan de bel en ga je om feedback vragen. Ik heb ook met hun afgesproken dat op het moment dat dat een proactieve actie van jullie is, dat zij ook alles in het werk stellen om je op dat moment aandacht te geven. Nou goed, kan niet altijd alle minuut, maar ik maak de belofte dat je die aandacht en die hulp krijgt. Wat ook jullie verantwoordelijkheid is het zelf bijhouden. Heb je je doelstelling gehaald, kleur je het vakje groen. Heb je het niet gehaald, kleur je het rood. Super duidelijk, toch? Er waren een aantal mensen die hebben dat vorige week al heel goed bijgehouden. Een aantal mensen ook niet. Ik begreep ook wel dat er wat onduidelijkheid over was wie dat nu daadwerkelijk moest gaan doen. Nou, bij deze, het is jullie eigen verantwoordelijkheid om dat bij te houden. En aan het einde van de shift in te vullen. Ander verhaal voor de nieuwe mensen natuurlijk, want die krijgen wat extra begeleiding en hulp bij die dingen. Maar bij deze, dat is dus van jullie. Nou, wat doe ik dan? Volgende week komt er een nieuwe week bij. Die zet ik daar dan onder en dan kunnen we precies zien hoe je ervoor staat. Sta je altijd in het groen of sta je altijd in het rood? En welke campagnes hebben dan nog extra ondersteuning nodig? Bij deze dus. Vanuit daar gaan we werken. Het is dus ook echt de bedoeling dat je die doelstellingen gaat halen. Het is niet op het moment dat iemand veel in het rood staat of dergelijke en ik heb iemand weinig aan mijn bureau gezien, dan gaan er uiteraard natuurlijk consequenties aan hangen. Dat is één. Daarnaast de weerleggingen, zeg maar, die heb ik ook met jullie gedeeld. Die gaan we toepassen. Dat is niet per se heel moeilijk. Werkt het meest succesvol. Dat is even rondom de communicatie die ik met jullie heb gedaan. Ik heb gisteren wel de doelstelling al helemaal geüpdate. Die staan allemaal helemaal up-to-date in de chat. Je kunt hem gewoon van week 19 eruit halen. We zitten ondertussen in week 19. Dus je trekt hem er vanuit week 19 uit en je houdt hem lekker bij. Ja, daarnaast heeft Nick natuurlijk met jullie de cultuurtraining gedaan. Vond het ontzettend jammer. Ben er niet bij geweest. Had ik wel heel fijn gevonden. Waarom het niet dat ik ook wel eens een dagje verlof nodig heb en dat ik... af en toe ook wel eens de quality time met mijn zoon voorop stel. Dus ik was lekker een dagje in de Efteling. Maar wat heeft hij nu eigenlijk met jullie besproken? Heeft jullie wat meer uitleg gegeven, hè, over de campagne? Over die benchmark, over het belang van goed scoren. Over de druk die er altijd ligt. En vooral ook de motivatie en de inzet die we gewoon eigenlijk continu keihard nodig hebben op een campagne als Staatsloterij. Nou goed, ik kreeg van hem... een positieve reactie terug op die training. Dus dat is hartstikke mooi. Hij heeft daarin ook bijvoorbeeld twee zaken met jullie besproken. En dat is heel actueel voor deze week. Wat hij met jullie besproken heeft is de pitch op XL.
Want de Excel-loten, percentage Excel-loten, is onderdeel van die benchmark. Nou, wat gebeurt er nu? Wat hoor ik nog te veel? Wilt u een gewoon lot of wilt u een Excel-lot? Gaan we niet meer doen. Gaan we niet meer doen. Je gaat er altijd vanuit dat iemand met een Excel-lot mee wil spelen. Dat is dus ook je eerste aanbod. In jullie beleggingen staat ook een perfecte pitch op Excel waarin je perfecte voordelen uitlegt. Pas als een respondent reactief dus zelf vraagt om, of wij mogen het reactief aanbieden, als een respondent zelf vraagt om een gewoon lot, dan mag je het regelen. Zolang daar niet over gesproken wordt, pitch je altijd op dat Excel-lot. Harde werkafspraak. Ga controles op uitoefenen, want dat zijn voor ons de gemakkelijkste punten om die benchmark op te winnen. Daar word je dus gedurende de week op gecontroleerd. Doe je het niet, dan hangen daar consequenties aan. Hetzelfde geldt ook voor die 5-1-5 loten. Er wordt nu nog te veel gepitcht op 1+1, waarin voornamelijk dan direct 1+1 aanbieden een probleem vormt. We hebben dat eigenlijk al super goed gedaan. We staken echt met kop en schouders boven die andere centers uit. En we beginnen wat in te zakken. Veelal aannames, dit aanbod werkt beter bij die respondent. Terwijl we eigenlijk dat hele aanbod niet hebben gedaan. Dus dat is wel een ding. Wat wil ik van jullie? Ook dit is een harde werkafspraak. Oftewel, hier volgen controles op. Wat wil ik? Ik wil dat jullie eerst aanbieden. 5-1-5. Daar weer leg je een keer op. Vervolgens mag je via de stel-dat-techniek uitwijken naar 1+1. Alleen dan. En ik weet gewoon zeker dat we het ook prima kunnen. Dat we daar echt super goede percentages op kunnen halen. 2 weken terug hadden we 80% 5-1-5 op hotleads. Nou, dat is gewoon bizar hoog. En ik weet ook gewoon zeker dat we met de juiste gesprekstechnieken daar super goed op kunnen scoren. Dus daar gaan we aan werken deze week. Excel, 5-1-5 en het werken aan je persoonlijke doelstellingen. Nou jongens, ik ben er echt van overtuigd, vooral ook met oog op de 4 van de 6 punten gewonnen. Nou, die Excel moeten wij ook kunnen rocken. En dat 5-1-5 en online players was het, sorry, daar hadden we hem op verloren. Online players echt al helemaal, want ik denk dat dit de eerste keer is in mijn toekomstige carrière dat we hem op online players verliezen. Dus ik wil hem hoe dan ook daar deze week of komende week op winnen. Ik wens jullie super veel succes. Gaat helemaal goed komen. Ik zie jullie op de vloer.